avond op de Dam. Het paleis staat leeg, want om de hoek is hoog bezoek in Café Royal. Tijd voor Reur. Reur zit vanavond vol uitvluchten, achterklappen, wisselende contacten. Kortom, Reur. Uw prinsgemaal in het woelige water der conversatie is Jan Lentvering. Oké. Hallo. Hoe is het allemaal? Dat brengt de mensen weer bovenop. Paasbest, u kent die uitdrukking wel. Hè? Ik ging vanmiddag op mijn paasbeste stad in om een beetje op zoek te gaan naar lekkere en leuke paasbeste paashaasjes. En ik heb een fijne paasneus opgelopen. Verder doen we niks aan Pasen dit keer. Gaat u met me mee de stad in en kijken wat we hebben meegemaakt. Heel met vlekjes. Van witte chocola. Hij in paaspakje of zo. Ja, hoe komt die aan die eieren eigenlijk? Hoe ziet de paashaas eruit? Very big. Lekker vol met snoep. Verdient applaus voor drie mannen die deze week, vorige week, wanneer het was? Vorige week hebben jullie meegedaan aan de Mr. Holland verkiezingen. Ja. Angelo, ja. Sacré, Dwayne Monroe en Eddie Wilson. Ja. Er is weer geen woord Nederlands bij. Angelo, jij bent nummer 1 geworden, hè? Ja. En Dwayne en Eddie, hoe vinden jullie jezelf zo goed eruit zien dat jullie dachten van wij maken wel een goede kans bij die Mr. Holland verkiezing? Nee, ik niet in ieder geval. Jij niet? En je hebt het gewonnen ook, hè? Ja. Dat wil ik meteen vertellen. Ja. Maar waarom heb je meegedaan dan? Omdat een vriend van mij, die zat me zo aan te dringen. En ik denk van, nee, ik doe het niet. Mr. Holland verkiezingen, dat win je nooit, dat denk ik dan, hè. Van, dat win je echt nooit. En mijn moeder die zat allemaal van, ja, ga nou maar, hoeven. Ja. Zo van, ga nou maar, want doe maar goed mee. Nou, oké, okay. Ga erin. Ik denk, dat win ik echt niet. Mm-hmm. En heb je gewonnen omdat je gewoon in je blote barsten nogal prettig uitziet? Of omdat je... Nou, dat weet ik niet. Dat moet je aan de jury vragen. Dat kan ik niet van mij zeggen. Laten we zeggen, bij Miss Holland hebben we nog nooit meegemaakt dat daar een zwart meisje werd verkozen. Hè? Nee. Bij Miss Holland gaat het toch wat makkelijker. Dwayne, waarom heb jij meegedaan? Voor je haar zit goed. Voor de lol eigenlijk. Dankjewel. Ja, voor de lol eigenlijk. Ik had ook niet verwacht dat ik nummer 1 zou worden, maar ja goed, ik dacht gewoon meedoen. Meedoen. Dat is wel leuk. Eddie, waarom heb jij meegedaan? Ja, ik werd vrijdagavond opgebeld om mee te doen aan zo'n verkiezing. Zo. Dus tot mijn verbazing toen ik daar kwam, toen was van die Mr. verkiezing. Wat had jij dan gedacht dat het was? Nou, modeshow kan ik normaal doen. Ja? Wat ben je? Je bent normaal, hoe heet dat, model? Ja, ik heb een model gelopen vorig jaar. Mm-hmm. Vorig jaar in de maand juni. En ze hebben me opgebeld gisteren aan vrijdagavond om te zeggen dat ik moet daar komen. Ja. En tot mijn verbazing, dat was aan de Mr. Holland verkiezing. Dus ik kom niet bij om van die schrik. Mm. Hoe waren de reacties in de zaal toen jullie daar rondliepen? Dat was wel leuk. Even kijken, moet ik het zeggen. Eerst kwam ik daar in de discotheek, ging ik eerst kijken. Ik zag niks anders dan vrouwen bijna. Ik zag bijna geen mannen rondlopen. Ik denk, ja. Dat lukt me wel, dacht ik. Ja, leuk. Nou, en toen gingen we dus op. Moesten we op zo'n verhoging, moest je erop zo. En je zag allemaal schreeuwen en van, ah, weet je zo. En, ja, het is leuk. Ja. Okay. Er waren dus wilde taferelen daar, hè? Ja. Ik hoorde dat op de toiletten zijn jullie ook nog lastig gevallen, is dat zo? Ja, soms als we die trap moeten overgaan. Ik werd op een gegeven moment getrokken bij mijn shirt. Ik had een t-shirt aan zo. En dan zei ik, ja, die, zo Terrence, weet je. Dan ging ze altijd zo. Oh,
omdat je Erwin lijkt, haar technisch althans, op Terrence Trent D'Arbo. Ja, dat zeg maar. Ja, ja. Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Eindhoven, waar ik geboren ben. Ik ben in Curaçao geboren. Ja. Nederlands Antillen. En toen ben ik hier naartoe verhuisd. En wat doe je nou voor de kost? Ik zit op school. Zit je nog op school? Ja. En wie is je manager? Mijn manager, ja, die heb ik eigenlijk hier, maar mijn moeder die helpt me met alles eigenlijk. Ja, ja. Mama. Mama. Dwayne. Dwayne Monroe. Kom je uit Amerika of zo? Nee, maar mijn vader wel. En daar heb ik die naam van overgenomen, want ik heb mijn vader dus nooit gekend. En nou ja, toen met mijn 21ste, toen heb ik pas mijn eigen moeder ontmoet. En die vertelde dat mijn vader zo heette. Dus ik dacht, nou ja, dat is leuk om mij zo te gaan noemen als ik optreed. Maar heb je je moeder ook nooit gekend dan? Nee. Nee? Nee, dat klopt. Ik heb bij pleegouders geweest. Ja. Tot mijn 21ste. En toen heb je je moeder ontmoet? Toen heb ik voor het eerst... Hoe ging dat dan? Nou ja, goed, ik heb dus naar het stadskantoor geschreven van dat ik mijn moeder wou ontmoeten. Tenminste, eerst was ik daar geweest en toen zei ze dat ik dus twee brieven moest schrijven. Eén naar het stadskantoor en één naar mijn moeder. Ja. Dus die erin houden. En zou hun hem doorsturen als de reden goed was waarom ik het wou. Nou, het was gewoon nieuwsgierigheid. Dat leuk. En hoe oud ben je nou? Ik ben nou 24. En je ziet je moeder nou vaak? Of woon je nou bij? Nou, af en toe. Ja? Ja. Goh, het was wel verrassing natuurlijk om je moeder te ontmoeten. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Nee. Hey, en waar kom jij trouwens vandaan? Ik kom uit Dordrecht. Jullie komen allemaal een beetje uit de buurt daar van Rotterdam vandaan, denk ik. Jij, nee, ik kom uit Eindhoven. Ik kom uit Eindhoven, oh sorry. Ja. Ja. Nee, omdat die verkiezing in Zwijndrecht was. Ja. Denk ik, ja, moet je op de fiets helemaal. Eddie. Ja, ik kom uit Rotterdam. Mijn land van herkomst is Curaçao. Ja. Hetzelfde zin. En wat doe jij voor de kost? Nou, ik werk bij een bedrijf, een brandsaneringbedrijf. Ik heb vaak met machines mee te maken. Ja. En ik reis de hele Europa zo'n beetje rond. En ik hoor dat je veel aan fitness doet ook, hè? Ja, ik doe het ook aan fitness. Vijf dagen in de week. Na mijn werk. Nou, ben je niet bang met die machines dat je met je haar... Nee, meestal heb ik in een staartje als ik bezig ben. Dan heb je in een staartje. Ik ben jaloers op de haar, jongens. Jij bent allemaal trouwens. Ik vind het leuk om even met jullie gepraat te hebben hier. De eerste Mr. Holland verkiezing in Nederland. Ik geef jullie van harte allemaal een paar zij. Toekomstplannen? Ja, veel modeshows lopen en zo. Modeshows, ja. En ja, fotowerk en zo, reclame. Lijkt me leuk. En jij, Dwayne, wat wil jij graag worden? Ik zou graag eens een liedje willen zingen met Koos Alberts. Dus wie weet dat in de komt dat je kijkt en dat moet het lukken. Eddie, wat zijn jouw toekomstplannen? Nou, ik hoop dat ik vast word aangenomen. Ja. Ik werk het nu als een spa-timer. Oké. Goed jongens, ik heb voor jullie op de bar een fles champagne klaarstaan en een paar paaseieren. Bedankt voor jullie komst. Driemaal Mr. Holland, dames en heren. Dan, dames en heren, zijn de stoelen weer vrij. En ik had een stoel gereserveerd voor de premier van Australië, Mr. Hockey. Ik heb hem gebeld en ik zeg, meneer Hockey, ik vond het zo leuk dat u deze week voor de televisie in tranen durfde te vertellen dat u uw vrouw, met wie u al 30 jaar getrouwd bent, wel eens ontrouw bent geweest. Ik dacht, dat is een eerlijke man. Zo zouden er meer moeten zijn. Maar hij wou op paasavond liever best een kleine paashaasje blijven. Dus die komt niet. De tweede stoel had ik gereserveerd voor mevrouw Johnson. En mevrouw Johnson is de eerste echte Amerikaanse draagmoeder. Zij liet mij weten dat ze weer aan het broeden is en niet kan komen. Maar ze had wel een goede raad voor de dames in Nederland. Ja, riep ze, dames, kies geld voor uw eieren. Denk eraan. Ja? De derde stoel had ik gereserveerd voor prins Willem-Alexander. Want je weet, ja, nou heeft hij eindelijk vaste verkering. Moet hij weer geopereerd worden aan een stijve knieschijf. Ja, goed jongens. Welkom bij Reur wederom. En laten we eens even gaan kijken wie onze eerstvolgende gast is. Ze is een schone vrucht van een vermaard theaterpaar. Dankzij haar blonde talent kijkt elke vent naar haar. Ze deed lang geleden op de tv aan Hadi Massa mee. En ook droeg ze haar steentje bij aan de Mounties, set en cabaret Lurelei. Nu schrijft ze verhalen, soms melancholiek, soms pikant als mosterd. Haar ster reist in reclamespots. Hier is Annemarie Oster. Hallo lieve, ga zitten. Zo. Ik weet niet waar ik moet beginnen, Annemarie. Zal ik je eerlijk zeggen?
Eindelijk is het grote ogenblik aangebroken. Voor jou en voor mij, hè? Dat wij oog in oog zitten. Eindelijk. Nee, ik bedoel, ik zie tegenwoordig van jou op de televisie spots. Ik heb hier een boek van jou. Het is je derde boek, hè? Zullen we even gewoon reclame maken? Meneer Brinkman, kijkt u even. Hoe moet je kijken, meneer Brinkman? Hoe moet je kijken? Maar je hebt ook een boek geschreven over je moeder, hè? Je hebt daarvoor een boek geschreven wat, geloof ik, in 30.000 exemplaren vooral naar veel moeders is gegaan. Een moeder van niks. Ja, dat was mijn debuut. Dat was je debuut? Ja. Was je toen al moeder toen je dat schreef, of niet? Ja. Ja? Ja, dat was een rare coïncidentie, maar ik was inderdaad moeder. Nee, daar kan je er ook goed over schrijven, hè? Ja. En we zagen net in het introductiefilmpje van jou, Hadi Massa, al die scènes. Ja. Alle vrouwenrollen speelden ja, je ja, dat was heel prettig. Jo Cabaretti deed nog even mee in het begin, maar die kreeg toen godzijdank een baby en donderde dus heel snel op. Ik vond het heel aardig. Ja, ja, ja. Maar toen mocht ik dus alle vrouwenrollen bestrijken van 17 tot 50 jaar. Dat vond ik in die tijd toch erg leuk om een grijze pruik op te zetten. Ja. Nu zou het natuurlijk iets moeilijker zijn om die 17-jarige uit te beelden. Maar dat was heel prettig. Ik had eigenlijk helemaal niet zoveel tekst, maar dat viel niet op omdat ik al die rollen te doen kreeg. Want die mannen schreven toch eigenlijk wel het liefste voor zichzelf. Is dat zo, ja? Ja, je hebt met Wim van Kooten, Wim van Kooten, Kees de Bie, ja. Dimitri Frenkel-Frank. Ja, Tom van Duinhoven. Duinhoven. Die onafvolgbaar daarin was. Ik herinner me nog een scène. Ik geloof dat we dat... Er is niet zoveel materiaal meer van over, hè? Nee, maar je had toch nog een aardige compilatie. Aardige selectie, ja, ja. Nee, ik herinner me nog een scène die ik nooit zal vergeten, waarin jij de moeder bent van een gezin. En jullie horen op de radio dat, dat de wereld vergaat. Ja. En dan gingen ze zich allemaal te buiten aan dingen waar je altijd al van hebt gedroomd dat je ze mag doen. Dus voor de hand liggend winden laten, boeren, ontzettend gaan zitten vreten. Maar ook dat die moeder op een gegeven moment opstaat en zegt, en nu ga ik iets doen wat ik altijd al heb willen doen. En dan pakt ze die zoon. Oh, nee. Daar moest ik zelf zo verschrikkelijk om lachen dat ik Kees van Kooten in de houtgreep nam. Ja, ja. Wat geestig. Ja. Maar daarvoor was je al, je had toch een eigen show toch ook, meen ik, daarvoor? Ja, dat had de pretentieuze titel Door de ogen van Annemarie Oster. Ik was toen 20, 22 jaar geloof ik. Daar heb ik parodieën op bekende zangeressen in gedaan. Dat was een naam Mouskouri en Co. Dat was toen nog niet zo erg aan de orde. Die tekst had ik zelf geschreven op melodieën waardoor zij bekend waren geworden. Lisbeth List met In Oktober, weet je wel. In oktober wil ik niet. Martine Bijl, Connie van der Bos. Ah. Van, je bent mijn geldbelegging en ik ben je uithangbord. Ja, 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 ja. En Brigitte Bardot. Ook doen? Ja, graag. Nee, wordt het moeilijk. Spelend of zingend? Allebei. Oh, spelend is. No, no, we pa, we pa. En. Ja.